Lieve mensen, we gaan beginnen met Enea's boek 1, vers 310 tot 317. Enea's heeft besloten om op onderzoek uit te gaan. Waar is hij in godsnaam beland? Clas in convexo nemerum sub rupe cavata arboribus clausam, circuat quarentibus umbris oculit. Wordt mij toe een paar lettergrepen inslikken. Clasem in en clas in. Kirkwatke, dat zijn natuurlijk allemaal elisies vanwege dat die M niet uitgesproken werd. En dan krijg je twee klinkers na elkaar. Wat staat er eigenlijk? Oculit, ja, helemaal aan het einde. Mooi enjambement vlak waarvoor. Hij verborg, of het woord oculit zelf ook verborgen is bijna. Hij verborg de klassem, de vloot. Dus die paar, nou ja, acht of zo schepen die nog open waren. In convexo nemerin, letterlijk in een soort van boog van de bossen. Oftewel een soort van, hoe zou je dat kunnen zeggen, onder overhangende bossen. Sub rupe cavata, letterlijk onder een uitgeholde rots, een holle rots. Die daar gewollig was, aan de kust. Clausam arboribus circum, dus rondom ingesloten door bomen. Dit is een PPP van clauderus, sluiten, oftewel insluiten in dit geval. Of circum clauderus, zou je het als een soort van samen kunnen nemen. Dus rondom, omsloten of zo. Door bomen en, ook weer ablativus, horrentibus umbris. En door afschuwwekkende of afschuwelijke, of huiveringwekkende schaduwen. Het is interessant dat hij dat Clausam zegt hier zo, want hij gaat ze natuurlijk verbergen en daarna pas zijn ze omsloten. En niet dat die vloot al omsloten is, of zoiets dergelijks. Dat op die manier uitdrukken van, geven aan wat je wil zeggen is, dat noemen we een prolepsis. Dat is ook iets zoals een kopje thee zetten. Ja, je gaat iets zetten, je zet iets neer, een kopje, en dan komt er later dan thee in. Maar het is nog geen kopje thee als je het neerzet. Dus een kopje thee zetten, dat is ook een soort van prolepsis. Het is een voorbarige toeschrijving. Als je er meer over wil weten, moet je even het woord prolepsis googlen. Dat is altijd leuk. Ips uno graditur cumitatus agate bina manulato crispans astilia ferro. Zelf gaat hij, graditur is een deponens, vanuit dat het passieve uitgang heeft, van het woord gradi. Gaat hij comitatus vergezeld, het werkwoord comitare, vergezellen, denk aan het woord comes, is een metgezel, door uno, in dit geval niet alleen, maar alleen agates. Allebei ablatives, deze horen bij elkaar, het wordt eigenlijk een soort van pijl bestaan. En agates is de beste vriend eigenlijk van Eneas, komt een aantal keer voor in de Eneas. En hij gaat dus op pad. Crispans, ja, crispare, het is een soort poëtisch woord, dat vind je normaal gesproken nooit. Het betekent iets als doen trillen. Soms ook wel zwaaien, maar in dit geval niet echt, want het gaat namelijk over twee speren. Hè. Bina hastilia, bina betekent ook iets als twee speren, zwaaiend, ja, klinkt, oké. Manu, met zijn hand. Lato ferro, met een brede ijzeren punt, hè, met breed ijzer, ablatives. Niet dat hij daar, zeg maar, tijdens het lopen daar gewoon de hele tijd mee loopt te zwaaien expres, maar hij heeft ze in zijn hand. Hè, dus twee spieren in één hand, denk ik dan. Voor de veiligheid uiteraard. En door het lopen gaan die dingen een beetje zwaaien of een beetje trillen of iets dergelijks. Maar niet dat hij daarmee loopt te slingeren expres. Het is een beetje een anachronisme, wel dat hier ferro staat, want in de bronstijd was er nog helemaal geen ijzer. Hè. We hebben het hier over de bronstijd tenslotte. Maar goed, het is een soort algemene term voor metaal in die tijd. De woorden staan nogal uit elkaar. Hè. Bina hastilia, lato ferro en ook die uno agata, die hyperbata. Die maken een soort van eenheid van de zin, zou je kunnen zeggen. Het is niet per se, denk ik, bedoeld om iets uit te drukken, maar het is wel interessant om eventjes te zeggen. De eigenschappen die we hier zien van Eneas, naast natuurlijk dat hij pius is dat hij voorzichtig is, hè, want hij besluit zijn vloot goed op te verstoppen voor de veiligheid. Niet alleen voor vijanden misschien, maar ook natuurlijk voor stormen en dergelijke. Dan zet je een beetje beschermd licht uit die rotsen.
En hij is voorzichtig, omdat hij natuurlijk op pad gaat met ijs, met een speer en zo. Maar hij is wel ook weer dapper, want hij gaat met zijn tweetjes. Agathes en Aeneas, en verder niemand. Dus dat is ook niet zo heel veilig. Hij is wel weer dapper. Tweede gedeelte van dit filmpje. Qui mater media se se tulit obvia silva, virginis os habitumque gerens et virginis arma spartanae, vel qualis equos tre issa fatigat harpalice volcremque fuga pervertitur hebrum. Hier moet ik wel wat meer over de inhoud uitleggen, maar het begint niet zo moeilijk. Qui is een relatieve aansluiting, dus niet zozeer voor aan wie of voor wie, maar aan hem of voor hem. Se se tulit obvia, kwam tegemoet, dus een uitdrukking, se obvium, verre, hier in perfectum, dus tulit. Wie? Mater, zijn moeder, Venus dus. Dus zijn moeder kwam hem tegemoet. Media silva is een ablativus, mag je in bijdenken, in media silva of media in silva, betekent gewoon media in het bos. Maar ze zag er niet uit als zichzelf, Venus. Ze droeg, oftewel dragend, letterlijk hier, alsof het een kledingstuk was, een os, letterlijk aan mond, maar hier als metonymie voor het gezicht eigenlijk, als het ware. Gezicht en een habitum, een houding in dit geval, van habitus, verschijning virginis, van een meisje, en ook de arma, de wapens van een meisje, Spartanae, een Spartaans meisje. Spartanae hoort eigenlijk bij allebei van Virginis. Dus, maar je kunt het ook zo vertalen, hè? Dragend het gezicht en de houding van een meisje, en de wapens van een meisje, een Spartaanse. Zo, dat je het expres erachteraan zet om het te verduidelijken, want zo moet het in het Latijn ook geklonken hebben. Hoezo een Spartaanse? Nou, natuurlijk die is bijzonder bekend om een gezonde en krachtige uitstraling. En ook een arma, dat ze wapens hadden en zo. Hè. Maar ik krijg nog een ander soort van vergelijking. Vel qualis equos treis fatigat har parlicae. Of zoals de Thracische harpalicae de paarden vermoeit. Of afmat. Je kunt ook een beetje uitgebreider vertalen. Was ze zodanig als de Thracische harpalicae wanneer zij de paarden vermoeid of zoiets dergelijks. Maar goed, het ontbreken van die woorden wijst op een soort ellipse, een soort gecomprimeerde uitdrukking eigenlijk. Maar zoals ik het net vertaalde, hè, of zoals de Thracische harpalicae de paarden vermoeid, op zich in het Nederlands ook wel duidelijk genoeg, denk ik. Afgezien van, je moet even weten natuurlijk waar Thracië ligt, dat is het huidige Bulgarije ongeveer. Dat is een gebied vol met bossen en rotsen en snelle rivieren en zo in de ogen van de Romeinen. En de Harpalica is totaal onbekend, maar volgens een Virgilius commentator was zij een Thracische prinses. En na de dood van haar vader, de koning, die door haar eigen volk was vermoord overigens, trok ze zich terug in de bossen om daar als jageres te leven. Dus dat is het beeld wat hier opgeroepen wordt, hè? Venus. Als een soort jageres. Waarom vermoeit ze die paarden dan? Nou ja, ofwel ze zit op een paard en ze geeft hem de hele tijd de sporen. Maar er zijn ook mensen die beweren dat het gaat over dat zij, ja, als het ware een wedstrijd aan het rennen is met de paarden. Dat zij net zo hard rent als die paarden ofzo. Nou, dat lijkt me gewoon een overdrijving, een hyperbol. Maar goed, je zou het eventueel kunnen denken. Er staat ook dit. Zoals ze dus, en zoals zij de volucrem hebrum, letterlijk de vliegende Hebrus, dat is een rivier in Thracië, die bekend stond als nogal wild stromend. In werkelijkheid is hij helemaal niet zo snel, zegt een commentator. Maar goed, de Romeinen dachten, zoals net al zei, over Thracië in bewoordingen als ruw en onherbergzaam landschap. Er horen ook wilde rivieren bij. Volucrem betekent eigenlijk vliegend, een soort van vogel. Metaforisch eigenlijk voor supersnel. De vliegende Hebrus praevertitur, dat is een deponent, dat betekent gewoon inhalen. Inhaalt in haar fuga, haar vlucht letterlijk, maar moet zoiets als bedoeld in haar vaart, in haar snelle vaart. En dat lijkt me ook knap dat je zo'n rivier dan
inhaalt al rennende. Het lijkt me logisch dat het gewoon op het paard zit, maar dat hangt er vanaf hoe je het wil interpreteren. Hoe dan ook, moet ik nog iets zeggen hierover? Dit is een stukje waar iets wat voor vertraging optreedt in het verteltempo. Hè, waar hij was verteld van dat die vloot helemaal verstopte en dat hij op weg ging. Maar nu, de tijd vertraagt een beetje, hij ziet opeens een vrouw verschijnen. Een soort jageres die er heel fysiek heel sterk uitziet. Dat is eigenlijk zijn moeder, maar hij weet dat dus niet. Venus die wil blijkbaar niet dat hij direct weet dat zij het is. Maar ze is wel direct in actie gekomen na de voorspelling van Jupiter om hem te helpen. Gaat waarschijnlijk zeggen van, joh, je moet naar Carthago toe of zoiets dergelijks. Of vertellen waar die is. Dit nog even als laatste opmerking. Het is wel leuk om te weten dat Virgilius haalt inspiratie eigenlijk voor deze scène uit boek 7 van de Odyssee, waar een vermomde Athena Odysseus ontmoet en ook hem helpt, zou ik maar zeggen. Net op die manier gaat Venus nu Aeneas helpen. En er zitten ook delen van het Nausicaa-verhaal in uit boek 6, waar Odysseus gestrand is en hij geholpen wordt door de lokale prinses. Daarvan elementen worden ook verwerkt. Ik ga niet erin op detail daarop in, maar misschien wel leuk om te weten dat echt letterlijk passages of versjes soort van gekopieerd zijn, maar dan natuurlijk naar het Latijn toe, door Virgilius, op basis van zijn grote voorbeeld. Goed, wat hierna? Er wordt nog verteld over hoe ze eruit zag en wat natuurlijk gaan ze met elkaar praten, maar dat in de volgende filmpjes. Tot dan.